vandaag moeten wij ons pyjama aandoen, omdat het een sleepover pakje is. Degene met de mooiste pyjama die wint en die krijgt een prijs. Kijk, mijn pyjama. We hebben een onesie aan van een unicorn. Wij zijn BFF's. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We zijn hier de kinderen te installeren en zo rap mogelijk weg, denk ik. Want ze gaan er een goed feestje van maken. Zolang dat ze niet helemaal nacht blijft, vind ik het wel oké. Veel plezier, hè? Niet dat mama weg is, gaan we feesten. Mama maakt niet zo vaak vlechten, want ze kan dat niet zo goed en ik vind dat ook als we haar een keer kan gedaan worden. Ik wil dat gewoon eens een keertje proberen. Ik heb ze tot 7 gekocht en mama heeft nu alle boeken besteld. Ik lees vooral de tijdschriften. We zijn hier aan het wachten voor een handtekening in ons For Girls Only boek. Jij bent er al helemaal klaar voor, zie je wel, hè? Hoe is het juist om die boeken te schrijven? Ik vind het allerleukste werk wat er is. For Girls Only! Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Ik vind dat echt super tof. Ja, en gewoon al die attracties hier zijn ook echt super tof. Wij zoeken Leandra omdat wij een meet and greet dingen zo willen doen. We kijken al haar YouTube-video's en al. Ik vind dat super leuk om die zien echt te zien. Ik denk andersom ook, want ze kennen mij allemaal als Kira of als Rox of weet ik veel wie. En dat is natuurlijk een ander karakter dan dat ik zelf ben. Dus ik vind het wel tof dat dat zo een wisselwerking is, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk om al deze lieve snoepjes te zien. Een groot applaus voor ons jullie. Ik ben gewonnen voor Girls Only voor de mooiste pyjama. Ik ben er kei blij mee. Kort applaus! Me, I show you how to live right here, right now. Follow me to go so fast. Let's make this summer last. Follow me, I show you how to grab the moment, let it shine. Follow me now and catch a wave of time. Applausje voor jullie. Dat was zo, ja, leuk om die zo te zien in het echt. Ja. Anders zie je die zo altijd op de tv en nu is dat zo, ja. In het echt en zo, ja. Ja, die pyjama's bestond dat niet, dus ik vind het wel super cool dat ze dat organiseren. En wat ook heel tof is, is dat dat zonder mama en papa is, toch? Ja. Yeah. Yeah.